Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 40 in Nederland. Zoals je kan zien is de auto gelijk aangepast. Of gaan we aanpassen namelijk naar een meer oranje-achtige auto. De sponsoren moeten nog even worden opgeplakt, maar dat komt wel goed. Heb jij de vorige aflevering gemist? Aflevering 39 in China. Zal ik die eerst even terugkijken? Voordat jij deze dus gaat zien, druk dan op het i'tje, want dan zie je die video waarschijnlijk natuurlijk. Ben je nu mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode. We hebben 83 abonnees. Super vet, dus laten we pushen naar die 85. Ben je nieuw? Abonneer dan zeker voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode. Ondanks dat ik met mijn eindstage bezig ben, probeer ik toch nog wekelijks te uploaden. Dus ik krijg het een beetje lastig. Maar goed, dat heb ik er voor over. Stage gaat nu toe hartstikke goed. Geen klacht gehoord. Maar goed, dat is even buiten de video. Zoals je weet is Zandvoort toch iets speciaals. Een Nederlandse grote prijs. En ik mag er gewoon aan deelnemen voor de vierde keer in My Team Career Mode. Heel vet om te zien. De auto is ook een soort van Engelse vlag. Als je goed kijkt op de achterkant. Ja, daar dus zie je de Engelse vlag er ongeveer in voor. Dat komt vanwege George Russell. Hij is Brits en ik heb dus deze auto gepakt. Russell rijdt dus ook met deze auto rond. Maar hij heeft toch een klein beetje Britse roots. Dus ik vind hem heel mooi. De afgelopen vier seizoenen reden we al met een, ja, Nederlandse vlagachtige auto. Ja, in seizoen 2 heb ik volgens mij, sorry, seizoen 3 heb ik de auto niet veranderd, want toen was hij al rood-wit-blauw. Maar in seizoen 4 dus weer terug. Dat is gewoon de traditie die we elke race op Zandvoort doen. We gaan de Nederlandse vlag erin verwerken en misschien een klein beetje oranje. De helm wordt ook aangepast naar een, wat is het, oranje-achtige helm, rood-wit-blauw-achtig. Dat vind ik wel mooi. De pakken worden ook aangepast. De teamkleuren worden gewoon ook aangepast volgens mij. Het logo niet. Maar de pak, het helm, sorry. De helm, het pak en de auto worden allemaal aangepast. Dus dat is alleen maar goed dat we dat nu even snel kunnen doen. Want wat we nu doen is gewoon nog voor Zandvoort. En als we naar Zandvoort gaan kunnen we het niet meer aanpassen. De helm is dus aangepast. Nu nog het pak. Ik denk dat dat ook gewoon heel mooi gaat worden. Oranje-achtige gloed erin verwerken. Mooi, want dat is de vlag van Nederland. Dat zeg ik nou weer. Dat is niet de vlag van Nederland. Oh jongens, het begint goed vandaag. Dat is gewoon het kenmerk van Nederland. Oranje, oranje, oranje. Waarom? Geen flauw idee. Maar goed, het is nou eenmaal een traditie. Net als Sinterklaas. Maar goed, dat is een ander verhaal met Zwarte Piet. Terug naar de eigen career mode. Het pak is dus, of wordt dus ook aangepast. De handschoenen worden dus ook aangepast. Tada! Kijk eens aan, wat mooi! De handschoen nog eventjes erbij pakken. Namelijk hetzelfde, ja, formaat eigenlijk. We moeten naar dezelfde kleur zien toe te brengen en dan is het gewoon compleet. Nou, ik vind hem helemaal mooi. Alles is dus gewoon compleet. Goed om te zien. Mooi. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Zandvoort. Het regent, dus het kan zo zijn dat we misschien niet goed kwalificeren. Maar goed, dat is voor later. Eerst de kwalificatie doen. Daar gaan we dan in Zandvoort. Regen, regen en nog eens regen in de kwalificatie in Q1. We starten dus op de intermediate band onze eerste ronde dus. En we hebben moeite om de auto gewoon recht te houden. Want aquaplaning is hier gewoon heel gevaarlijk. We hadden dus een ronde gezet met 1.20.3, alleen die heb ik er niet in zitten. Ik denk, ik moet het even kort houden, want de kwalificatie, ja, ik verwacht er niet zoveel van.
En ja, ik heb gewoon moeite om de auto gewoon goed te houden. Maar dat is alsnog een P2 op 18e van George Russell in Q1. Dat is goed genoeg voor Q2. En ik ben als enige naar de softbanden gegaan. Ik heb heel lang gewacht. Want dat spaart me weer een setje banden. Klein beetje op de curbstone, maar dat is niet erg. Waar staan wij zo meteen aan het einde van deze ronde in Q2? We staan op een P1. Mooi. Einde van Q2 met nog 2 minuten te gaan. En we zijn er gewoon uit om er te zijn. Hopelijk kunnen we ons nog wat verbeteren. Dat lijkt me uitstekend werk. En gaan we ons gewoon opmaken voor deze laatste run in Q2. DRS geopend. Russell naar P5. Al groen bij de delta, dat is goed. Wel de curbzone geraakt, daardoor verliezen we wat tijd. We zijn heel agressief bezig om tijd te winnen. Paars in sector 1. Paars in sector 2. Dat is een 1.97. 3 seconden sneller gegaan dan onze beste tijd. Dat is extreem snel. En Q3 is dan weer aanbeland. Hopelijk dat we deze vorm kunnen vasthouden. Dat ze wel gaaf zijn. En waar staat George Russell zo meteen? Dat is ook de vraag. Kan hij misschien pole position trainen? Het zou wel mooi zijn als dat gebeurt. Dan heeft een Nederlands team de pole position behaald. Einde onze eerste run in Q3 levert een P4 op. Met een 1.10.0. Onze laatste run van Q3 gaat in. We staan op P9 op dit moment. Groen bij de delta. Dat is goed om te zien. Waar is George Russell? Weet ik zo even niet. Bijna 4/10 onder onze eigen tijd gedoken. En we klimmen naar een P6 met paars in sector 3. Russell pakt de pole. Lekker George. En is 83.000 sneller dan Valtteri Bottas. Wij dus naar P7. Jammer maar helaas. Maar ik ben heel blij dat George Russell de pole position heeft veroverd. Eindelijk. Goed gedaan George. Proficiat. Van harte. En we verloren het in sector 2. Dat is jammer. 2/10 langzamer. Maar goed. Niks aan te doen. We gaan dus beginnen vanaf die P... Wat was het? P7 volgens mij. Als ik dat goed zeg. Russell in ieder geval op pole position. Er is regen voorspeld. Dus wie weet wat er gaat komen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 40. Welcome along then to the North Sea coast and Zandvoort, 25 miles away from Amsterdam, and the host for today's Dutch Grand Prix. It's a race the great Jim Clark won on 4 occasions, leading for an astonishing total of 370 laps. 4 lefts and 10 rights make up the 14 corners of the narrow and demanding Zandvoort circuit, with plenty of peaks and valleys over the course of a 2.6 mile lap, which will demand absolute concentration from our drivers here today. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. George Russell did very well in qualifying yesterday and will start today's race from pole position. And it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Verstappen, Carlos Sainz and Leclerc. The Professor, Perez, Albon and Sebastian Vettel. Norris, Stroll, Pierre Gasly and Ocon.
Delatraz, De Vries, Antonio Giovinazzi, and Daniil Kvyat, Magnussen, Grosjean, Matsushita, and Nicholas Latifi. And now, it's time to head down to the track. Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. Nou, daar gaan we dan voor carrière aflevering 40. Er kan regen vallen, maar dat zien we dan wel. Eerst de start overleven. Aflevering 40 van F1 2020 My Team Career Mode is onderweg met mijn teamgenoot George Russell op pole position voor onze thuiswedstrijd. En we zijn onderweg en we komen beter weg dan Charles Leclerc. We stappen knetter ons gelijk al af richting die muur, maar wij zitten er hiernaast. Pakken Sainz en Verstappen, goed gedaan. Russell is gewoon goed weggekomen. Hamilton en Bottas knokken voor P2 in de wedstrijd. Wij kijken hier aan de buitenkant van Valtteri Bottas. Lukt dat? Dat lukt! En we hebben Valtteri Bottas al gelijk de gaas genomen. Daardoor een betere exit dan Lewis Hamilton. Die zit hier wel naast ons. Maar we duwen hem richting dat gas toe. En dat mag gewoon MP2 is van ons. Wat een geweldige start hebben we meegemaakt. Maar Russell heeft dan een gat van 16e, 17e ongeveer naar ons. En ik ben bang dat het gat alleen maar groter wordt. Ronde nummer 2 is het. En George Russell zet een 1.16.4 neer. Wij kijken aan de binnenkant van onze teamgenoot voor de leiding in de wedstrijd. In onze thuiswedstrijd. Maar Russell laat hem mooi staan. Via die buitenkant. Op de curbstone is mijn teamgenoot beland. En dan moeten we hier helaas op de rem staan. Anders hadden we een touché. Ronde nummer 4. En we pakken dat snelste raceronde van George Russell af met een 1.13.2. We kijken hier aan de buitenkant van de Brit. Maar dat is niet goed genoeg. Want we komen op deze curbstone terecht en daardoor verliezen wij momentum. Jammer, maar helaas wel geprobeerd, maar niet gelukt. En Russell is wel snel hoor. Gat is 14e ongeveer, want wij gooien onze overtakeknop aan. En Russell zit in besparingmodus. Track limits waarschuwing, onze eerste van de dag. 15 minuten voordat de regen valt. Ronde nummer 8 en we zetten de snelste raceronde in met een 1.13.086. Het is wat bewolkter gaan worden, dus dat betekent dat misschien dat er regen gaat komen. De vraag is wanneer. Russell leidt de wedstrijd voor ons team. Wij dus naar P2, Bottas naar 3, Hamilton naar 4 en Verstappen naar P5. Ronde nummer 14 en de regen is gevallen. Het regent hier in Zandvoort. We moeten kijken wanneer het tijd is om naar deze intermediates te gaan, want die liggen voor ons klaar. Maar ik weet ook niet of die regen, hoewel we daar wel een momentje hebben, of die regen erg is. Is deze regen hevig of niet? Zo nee, dan kunnen we gewoon zo meteen naar de medium band switchen. Zo ja, dan moeten we naar de intermediates. Dat is gewoon een gok die we moeten nemen. Maar nu blijven we gewoon buiten. We hebben het wel heel lastig. Nieuwe strategie is dus beschikbaar gesteld. En ik krijg geen race update van Jeff. Jammer, maar helaas. Russell heeft een gat van 1,1 seconde. Op die curbzone zijn we beland. En we waren de auto daar bijna kwijt. Russell duikt naar binnen. Naar welke band gaat hij naartoe? Kan ik dat zien? Verstappen duikt naar binnen. We gaan voor de intermediates. En wij gaan dus ook switchen naar de intermediates. En een ronde later duiken we dus naar binnen. Oh, de auto krijgen we maar net genoeg afgeremd. Jezus Christus, dat scheelde helemaal niks. Poepoe. Waar komen wij terecht? Achter George Russell, dat sowieso. Waar is Verstappen? Komt nu bij start-finish aan en we blijven er gewoon voor. Het is daar wel geel in sector 3. Daar rijdt iemand langzaam. Dat is een racing point, volgens mij. En die rijdt daar langzaam. Is dat Sergio Perez? Vraagteken. Kan ik nog niet zien. Geel in sector 1. Want daar staat hij namelijk. Bij de Tarzanbocht. Het is Sergio Perez. En de volledige safety car
is uitgeroepen. Dat is nog even wat. Waarom? Omdat Russell nu de wedstrijd gaat leiden onder de safety car, die dus nu naar binnen duikt. En hij dus het tempo mag bepalen. En wij moeten gewoon wakker blijven. Wij moeten direct gaan toeslaan bij George Russell. Want we zitten op de helft van de grote prijs. Nog 18 ronden te gaan. En we zitten er hiernaast. Aan de binnenkant zitten we bij George Russell te kijken wanneer wij aanvallen voor de leiding. We mogen nog niet aanvallen. En Russell is weer onderweg, maar wij gooien onze overtakeknop aan. Zit hier aan deze binnenkant. Russell laat hem mooi uitrollen. We raken elkaar niet goed om te zien. En P1 is heroverd bij de herstart van deze grote prijs in ronde nummer 19. Zo moeten wij het hebben. Goed om te zien. En als het zo eindigt, dan hebben we gewoon weer twee podiumplekken veroverd. Ongelooflijk dat dat zo dominant is, terwijl we de auto daar bijna kwijt waren. Dat het zo dominant dus is, want tot aan China hebben we telkens met twee man op het podium gereden. Het is daar weer geel in sector 2. Terwijl we een foutje maken, want we schieten door. Daar rijdt iemand langzaam. Dat is een Ferrari-coureur. Is dat Sebastian Vettel of Charles Leclerc? Ik denk Charles Leclerc. Als ik dat goed zeg. Het is Charles Leclerc. En de virtual safety car is dit keer uitgeroepen. In ronde nummer 20. Nog 16 ronden te gaan. Interessant, geen volledige safety car. Wat ze eigenlijk moeten doen, maar goed. Dat is mijn mening en daar kan ik niks aan veranderen. Maar een VSC. We moeten dus de delta positief houden. Totdat we weer kunnen racen. Wanneer gaat deze VSC weg? Dat is de vraag. De virtual safety car is weer opgeheven en we gaan weer racen. Goed om te zien. Ronde nummer 24 en we duiken naar binnen. De auto krijgen we weer maar net genoeg afgeremd. En we gaan een gok nemen door naar de medium banden te duiken in ronde nummer 25. Ik had gewoon naar de softbanden kunnen gaan. Oké. Ik heb denk ik een blunder gemaakt, jongens. In ronde nummer 25 gaan we naar de medium banden. Er zijn nog maar 11 ronden te gaan. We konden gewoon naar de soft banden. Shit! Ai. Wat doet Kwiat? Je kijkt daar aan die binnenkant, dat is niet gelukt. We hebben een beetje moeite met de tractie. Maar de Deletras is hier al gezien. Onze teamgenoot van seizoen 1 rijden we voorbij. Maar ik denk dat we een blunder hebben gemaakt. Door niet naar die softbanden te duiken. Want Russell en die andere man duiken allemaal naar binnen voor een laatste pitstop. Ook Nick de Vries is gezien. En we komen weer denk ik terug aan de leiding. Alhoewel, daar is George Russell. Komen we terug aan de leiding? We komen terug aan de leiding. Tot nu toe dan, ja, want Albon en Hamilton moeten nog naar binnen voor hun laatste pitstop in ronde nummer 26. Maar Russell en Verstappen hebben versere softbanden. En wij rijden op een compound harder. Dat is niet slim. Hamilton heeft het hier zo moeilijk. En we gaan hem er gewoon voorbij via de buitenkant. Een gewilde inhaalactie. Knijpen hem hier af. En dat betekent dat Russell nu achter Hamilton rijdt. En dat we wat lucht hebben, omdat Hamilton nog naar binnen moet. Dus we kunnen nu van onze teamgenoot weg zien te rijden. En als het zo eindigt, dan winnen we gewoon weer een grote prijs. Ongelooflijk dat het zo snel kan gaan in een career mode. Ronde nummer 34 is het inmiddels. Verstappen naar P2 heeft George Russell te grazen genomen. Oei. Maar hey, alsnog een dubbel podium. Daar doe ik het voor. Wat bijzonder is, Russell heeft in de afgelopen drie wedstrijden volgens mij
als ik dat goed zeg, telkens op P3 gestaan. Hoe toevallig is dat? Dat is heel toevallig. Einde ronde nummer 35, begin ronde nummer 36. Daar gaan we dus in. De laatste ronde gaat dus lopen voor onze thuiswedstrijd. De battle gaat nog tussen mijzelf en landgenoot Max Verstappen voor de thuisoverwinning in Zandvoort. Paars in sector 3, 44.000 zijn we helaas langzamer, maar dat geeft niks. Dat snelste racehonderdpunt gaat er hopelijk gewoon nog aan als dat kan. Zo niet, pech gehad. Maar we moeten dit gewoon cool zien te handelen. De laatste paar bochten. En dat betekent dat we dan voor het eerst onze thuiswedstrijd gaan winnen in de career mode. We maken er een dubbel feest van, want een Nederlands team wint het thuiswedstrijd. Max Verstappen eindigt ook op het podium voor zijn thuiswedstrijd. Russell maakt het podium compleet een 1-3 te scoren bij. Goed resultaat. Mogen we trots op zijn en dan gaan we ons opmaken voor de grote prijs van Spanje. What a great race then, and what a magnificent victory here at the Dutch Grand Prix. So Anthony, what made the difference out there today? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralized. I mean, do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. De uitslag van de wedstrijd, wij winnen dus onze thuiswedstrijd. Max Verstappen naar P2, Russell pakt het podium compleet voor P3. Lekker George, goed gedaan, vertrok van pole position. En Lando Norris krijgt driver of the day. Hamilton naar P8. Pakt wel het snelste racerondepunt. Klassement, 30 punten verschil naar George Russell. 71 punten verschil naar Mercedes. En Russell pakt Valtteri Bottas voor P2 in het klassement. Dat is goed om te zien. Dus we gaan gewoon, denk ik, als het zo naar uitziet, gewoon domineren. Omdat Russell gewoon heel goed is. En de auto gewoon uitstekend is. Maar goed, dit was dus deze aflevering, mensen. Het zit er alweer op. Zo'n aflevering kan heel snel gaan. Heb je genoten? Beloon dan vooral met een like. Ben je nu mijn kanaal? Zeker weten, abonneren voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam zijn in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. We gaan verder in Spanje met onze oude livery van seizoen 4. Want de thuiswedstrijd zit erop. Tot de volgende keer.